Ik ben Noortje Oudzoorn. Ik heb als student op werk gezeten en nu geef ik hier les als docent op werk. Ik heb eerst de kunstacademie gedaan, Sint Joost. Daar heb ik de richting illustratie gestudeerd. Na de kunstacademie ben ik naar een eenjarige docentenopleiding gegaan en toen heb ik in het middelbaar onderwijs een baan kunnen vinden. Ik wilde weer wat doen waar ik mijn eigen creativiteit beter in terug kon vinden. Nu had ik natuurlijk de opleiding illustratie wel gedaan, alleen daar merkte ik dat ik toch niet echt kwijt kon wat ik wilde en ik wist ook niet zo goed hoe ik daar mijn opdrachtgevers bij moest vinden. En ik ben ook naar de kunstacademie gegaan met het idee, ik wil ruimtelijk ontwerp doen, dus dat bleef maar in mijn hoofd hangen. En toen ben ik bij PERK terecht gekomen. Heel veel rondgekeken voor verschillende deeltijdopleidingen, want ik wou mijn baan wel daarnaast kunnen blijven doen. En toen was ik bij PERK bij de open dag terechtgekomen en dat beviel me goed. Dus ben ik hier gestart. Ik heb 3 dagen gewerkt naast mijn studie, 1 jaar 4 dagen. Dat was wel echt heel veel, vond ik zelf. Dus daarna ben ik 3 dagen gaan werken, zodat ik iets meer ruimte had voor mijn studie. En ik heb nooit het gevoel gehad dat er te weinig te leren was. Af en toe wist ik wel al wat dingen van bepaalde onderwerpen, maar je kunt jezelf dan altijd verdieping geven. Je kunt je eigen niveau bepalen binnen een les, dus dan ga je net even een stapje verder of dan ga je net even iets uitproberen wat je nog niet gedaan hebt. En dat vind ik ook heel fijn aan een lessen, dat je die vrijheid krijgt. De docenten die werken ook vaak zelf in het vak, wat het heel fijn werken is, want zij weten echt uit ervaring te vertellen hoe het in het vak gaat. En dat is echt een toevoeging, heb ik gemerkt, dat je heel vakspecifiek begeleiding kan krijgen. Wat heel fijn is aan de lessen aan PERK, dat het in kleine groepen plaatsvindt, ongeveer 10 leerlingen maximaal per groep. Dat maakt dat je veel tijd ook van de docent kan krijgen. Dus daarin heb je ook heel veel tijd voor een gesprek met de klas. Je kunt naar elkaars werk kijken. Je leert ook ontzettend veel van de andere studenten. Wat ja, een heel fijne groepsdynamiek ontstaat. Hè. En vond ik heel erg fijn aan de les. Nee, het voelt echt niet dat je student een concurrent is. Je werkt met z'n allen naar 1 doel en dat is om zoveel mogelijk te leren over het vak. En dat is juist heel leuk om te zien hoe een ander dat dan doet en dat je daar dan juist een beetje mee van kan pikken. Het afstuderen was wel pittig naast een baan van 3 dagen. Want je wilt het natuurlijk heel goed doen. Het is je afstudeerwerk, dus je wil wat laten zien. Dus ik vond het wel pittig om het te combineren. Het is natuurlijk wel hetgene wat je wil gaan doen, wat het ook heel erg leuk maakt om weer aan de slag te gaan. Wat ook heel leuk is, is dat je bij het afstuderen altijd een gebouw krijgt die in het echt ergens staat. Dus je kunt daar op bezoek bij het gebouw. Je krijgt echt een kijkje in de keuken. Dus het is voor jouw gevoel echt zoals het later in het vak ook gaat.